Welkom bij Houwortel. We zijn vandaag in kunstzinnige sferen. Met 30 Sieger MG en met een creatieve manier van recyclen hier bij Roegold. Ik ben Gert Valkema. Ik ben van het bedrijf Roegold. Wij maken voornamelijk meubels van oude stijgerplanken. We werken ook regelmatig met sloophout. Waar houden jullie de planken vandaan? Die komen bij een stijgerbouwer vandaan, hier ook uit de stad. Wat voor dingen maken jullie allemaal hier? De hoofdzaak ligt op tafels, stoelen, banken, kasten, bedrijfsinrichtingen. Voor wat vaak hippere bedrijven, mediabedrijven, dat soort zaken. Hoi. Hallo. Stel jezelf even voor. Mijn naam is Sieger MG en ik ben dichter van beroep. Ik schrijf gedichten, teksten, toneelteksten en treed veel op in den landen. Waar zijn we hier vandaag? We zijn vandaag hier bij de vuilstort, zoals je kan zien. Ja. En nou ja, helaas niet kan ruiken, maar ik heb een gedicht geschreven over duurzaamheid. En die wil ik graag zo even voordragen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Wat doe je zelf aan duurzaamheid? Nou, ik draai natuurlijk wel eens een spaarlamp in. Ja. Dat wil ik nog wel eens doen. Het is belangrijk om wel gewoon met de toekomst bezig te zijn. Ik heb nog geen rijbewijs, dus ik doe alles op de fiets. Dus wat dat betreft ben ik vrij gezond bezig. Maar ja, kijk, als duurzaamheid heel veel kost en wat daar tegenover staat veel goedkoper is, dan is het moeilijk om mee te doen natuurlijk. Zouden we misschien een rondleiding mogen? Natuurlijk. Oké, dat is goed, dan gaan we. Dit is de houtafdeling. Ja, dit is het basismateriaal. Vanuit hier gaan ze naar de werkplaats en wordt verzaagd en verwerkt tot de meubels. Ja, hier is de opslag van de materialen of van de meubels die klaar zijn. Dit is het lashok. We hebben hier geen afvoer, dus we behelpen ons met een campingtoiletje. Heel benieuwd. Lijkt wel op een nono-led. Wat doe je hier allemaal met betrekking tot duurzaamheid? Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden. Zaagsel gaat naar de Novo, houtwerkplaats van de gehandicapten. Die persen daar een soort van briketten van en dan kan dat als haardhout gebruikt worden. Het stal wordt afgevoerd en kan weer omgevormd worden. We hebben eigenlijk minimaal afval voor een bedrijf. En met het resthout, wat doen jullie daarmee? Wij stoken zelf onze werkplaats warm met een houtkachel. Ja. En daar gaat het in. Wou ik jullie nu even de showroom laten zien. Dit is een klein loungebankje. Deze kun je zitten zonder kussens. Eettafel genoemd de Bikkel. Wat je hier ziet is de kolosbanken, de luie loungebanken. Deze kunnen in de tuin en binnen gebruikt worden. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje mijn trots. Keuken, buitenkeuken. Dit is nog echt het prototype dik zwaar betonnen blad. Ik ben op zoek naar een alternatief voor het beton. Waarom ben je op zoek naar een alternatief? Dit blad weegt al 350 kilo. Waar kunnen mensen terecht als ze jouw producten willen zien? Ze mogen hier gewoon op de werkplaats langskomen aan de Florakade 502E. Door de weekse dagen ben ik van ongeveer 9 uur tot een uur of half 6 open. Heb je wel eens vaker iets met dit onderwerp gedaan? Ja, ik schrijf wel vaak gedichten die te maken hebben met ja, het evenwicht tussen natuur en stad. En ja, de oorlog eigenlijk daartussen. Hoe ver kan het gaan? Alles wat je doet heeft invloed op wat gaat komen. Denk aan de computers die nu om ons heen zitten en die om het jaar vervangen worden. En je mooie tuintje die je eigenlijk ook wil behouden. Dat zijn van die kleine dingen van het geluk, zou je kunnen zeggen. Maar het moet in evenwicht zijn.
In de middeleeuwen had men het begrip Haga Zusa. En dat was de vrouwen op de Haag. Eigenlijk een soort heks die daar zat op de grens tussen beschaving en wildernis. En ja, op een moment is de wildernis steeds verder weg. En de beschaving is eigenlijk overal. En dat, ja, ik denk dat we moeten zoeken naar die vrouw. De vrouwen op de Haag. Ja, dus het is wel een beetje een inspiratiebron ook. Duurzaamheid is een inspiratiebron voor mij. Als je het zo mag noemen, dan ja... Ik ben heel benieuwd naar je gedicht. Ik doe even een stapje terug en ik zou zeggen, ga maar los. Beter een lamp van de tijd of een schoen die beter past. Een bak die zuinig rijdt of toch een zelfreinigende kwast. In een wereld vol reclame moet men zuinig woorden sparen. Neem je een auto naar de maan of een die zonder water wast. Het geld na de toekomst, wordt het een keuze of een last. In een wereld vol reclame moet men zuinig woorden sparen. Een dijk een meter hoog, dat dit land niet onderloopt. De beloofde pot goud, waar is die regenboog? In een wereld vol reclame moet men zuinig woorden sparen. Al het goede zal men behouden en men bouwt zo graag aan thuis. Maar ook het oude moet soms wijken, de tijdschat is een ruis. Een pen met vulling vol, een lege boodschap vervult het spel een loze rol. Dus spelen we graag samen. In een wereld vol reclame moet men zuinig woorden sparen. De hartslag van het leven, het pulseren van de tijd. Groningen, kijk nu even, zeg mij, wat is duurzaamheid? Voor meer informatie over onze onderwerpen kun je terecht op dit adres. Hey, ik vond het super. Bedankt voor de rondleiding en pas op. Hoi, hoi.